Voor mij hoor je het niet eens. Of wel? Ik zie er grauw uit zo. Crazy suffering style. Crazy suffering style. Wacht even. Even. Ja. Hoi. Hoi. Oh, hebben jullie dit trouwens? Heb ik dat helemaal niet aan jullie laten zien? Hoe licht? Dit. Misschien hebben jullie het al bij Alwin gezien, maar kijk, Alwin heeft op de muur geschilderd. Ik vind het echt zo leuk. Zo leuk. Echt schattig. Maar toen ik die trap zag, dacht ik, dat is echt tof. Als er dan poppetjes komen. En dan lijkt het net of die poppetjes van de trap afkomen. Maar ik dacht, voor mij kan je dat effect helemaal niet bereiken. Maar als je zo... Kijk. Toch? Zie je dat? Ja. Ze zijn verliefd. En dit mannetje had eerst geen baard. Maar kijk, nu heeft hij een baard. Want dat is mijn liefde. Dus... ik weet niet wie mijn liefde is, maar... Never mind, weet je. Hoi. Licht. Dat is te veel licht. Zoiets. Hoi. Ik dacht, ik moet even vloggen. Want ik doe heel veel dingen, maar... weinig op internet. Hoe minder ik op internet zet, hoe beter het eigenlijk met me gaat. Er is ook een lamp daar buiten. Wat is dat? Oh, irritant. Ja... Vandaag is het donderdag en het was een drukke dag, maar wel een leuke dag. Ik ben vanochtend met school in de snijkamer van het ziekenhuis geweest en het klinkt heel wat. En ja, er zijn dus mensen die stellen zich ter beschikking voor de wetenschap. En dat is, het ligt echt fucked up, word er gek van. Nou, dat is dus dat je, ja... Gebruik laat maken voor je lichaam. Ja, ter beschikking stel dus. En je niet laat begraven of cremeren. Niets. Als je doodgaat wordt je lichaam ja, zo snel mogelijk afgevoerd. En je kunt er dan voor kiezen om gebalsemd te worden. Wat ze zeg maar ook met de mummies doen. Of je wordt fresh frozen. En dan, ja, dan heb je dus, dan word je ingevroren, ja. En dan, ja, dan pakken ze bijvoorbeeld je arm en dan gaan ze een schouderoperatie op oefenen. En dat soort dingen. En in de snijkamer liggen dus alleen maar gebalsemde mensen. Heel verschillend. Ik heb een compleet lichaam gezien van een man waar al zijn spieren bloot waren gelegd. Het klinkt zo heel liguber, maar het viel mij op zich wel mee. Je moet het een beetje los van elkaar zien. Ook al is het een echt lichaam. Ja. Ik heb zelf nog nooit een overleden mens gezien, dus dit was voor mij het eerst. En ik zag er heel erg tegenop. En het waren wel zo'n moment dat ik dacht van... Weet je wel, ook omdat ik emotioneel een beetje zat te denken van... Ja, nou... Maar ik probeerde het een beetje los van elkaar te zien. Het is heel bijzonder om te zien. En ze laten ook niet iedereen toe. Voornamelijk leerlingen dus. En ik doe de opleiding schoonheidsspecialist. En dan denk je, wat? Waarom ga je daar naartoe? Maar omdat wij masseren en heel veel met spieren te maken hebben. Ja, is het ook handig om te zien waar wij dan precies mee werken. En er lag ook een vrouw. Daar konden de ribben zeg maar van open omhoog geklapt worden. En dan kon je... Ja, de hele binnenkant zien van darmen, lever, eileiders, et cetera. Het is, het is bizar. Maar die mensen liggen er echt al gemiddeld 30 jaar ongeveer. En ze zijn heel erg verkleurd door de vloeistof die in het lichaam is gespoten en hoe lang ze er al liggen. Dus eigenlijk is het helemaal bruin, zeg maar. Het klinkt vies, het valt heel erg mee, geloof me. En het is allemaal, ja... De huid lijkt echt net leer. Dat is natuurlijk ook leer. Ja, is huid. Maar er lag ook een tafel vol met benen. En tegenwoordig doen ze met andere vloeistoffen. Waardoor het niet meer zo bruin wordt. Dus er lag ook een been. Dat zag er echt zag er zo erg uit. Omdat de andere lichamen waren heel erg verkleurd. Maar dat been was eigenlijk gewoon net zo. Ja, gewoon zag er echt. Ja, dat leek net gewoon. Ja, het is ook allemaal echt. Maar
Die had echt nog gewoon die kleur van een been. Zoals een normaal huid. En daar waren ze achtergekomen dat hij een knieprothese had. Dus dat hebben we ook helemaal van binnen gezien. En mijn vader heeft ook 2 nieuwe knieën. En dat is heel bizar om te zien hoe groot zo'n ding is. En dat ze dat helemaal zo inbrengen. En helemaal van ijzer. Dus het is ongeveer zo groot. En dat breng je dan helemaal in je knie. Dus dat was al de heftige ochtend. Maar het was super interessant. Klinkt, ik weet hoe, ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar het is wel bijzonder om mee te maken. Dus en ik ben vanavond heb ik mijn eerste film op het filmfestival meegemaakt. Het is filmfestival in Rotterdam. Dat betekent dat er de komende weken eigenlijk bijna door heel de stad films zijn te zien. Van verschillende hele aparte films, Nederlandse films. En in alle theaters en alles. Dus dat is superleuk. Ik ben deze avond naar een Frans film gezien. Ik vond hem wel leuk, maar dus het was niet echt dat dacht van yeah. Maar goed, dat is mijn eerste film. En dus wel superleuk. Dus ben ik pizza gaan eten met Lisa. Was superleuk. En ik ben net thuis, dus 10:30 of zo. En morgen ook weer naar school. Ik ga zo slapen, ik ben moe. Maar dat was een superleuke dag. En morgen ga ik weer naar het filmfestival. Oh ja, morgen ga ik naar een kunstenaar Erik van. Hij hangt ook in het Stedelijk Museum. Zeg ik nou? Stedelijk toch? Stedelijk, ja. Amsterdam. En dat is, ik ben benieuwd. Ja. Ik heb ook trouwens nog even. Ik ben ook nog even de stad in geweest. Ook dat nog. En ik ben even naar de H&M geweest. En dit